Dag, kijkersboevenkindjes van YouTube. Ik maak elke week een televisieprogramma voor OutTV. Dat is een digitale zender die je in het pluspakket kunt ontvangen. Dat programma heet Margreet Dolman begrijpt het. En dan heb ik prachtige gesprekken in de vensterbank met van alle soorten mensen. Bekend en onbekend, hoogstaand, ook laag bij de grond. Beroemd, niet beroemd, maar altijd interessant en spontaan. En ik laat nu een gesprek zien wat ik in de vensterbank heb gehad. Naast mij zit Bepi Melissen en ik bewonder Bepi Melissen al heel lang. Zij is de oprichter onder andere van toneelgroep Carve. Ja. En nou ja, ben bekend ook van Jiske Vet en van heel veel programma's. En altijd hoogstaand, altijd heel geestig. En ja, ik zal het maar even zeggen, want anders dan... Ja, doe maar. Bij jezelf. Ja. Zeg het niet, zeg het met de vingerkamer. Niet te dichtbij, hè? Dat, nee, dat kan ik niet meer hebben. Het gaat ook meer om je bril. Oh ja, ja. Doe ik het zo. Kan je het zo zien? Ja, het is een mooie bril. Hij is goed, hè? Ja. Maar wel een beetje vies. Eerlijk is eerlijk. Ik zie het nu ook. Oh, is je vies? Ja, is een beetje vies. Maar dat zien de kijkers thuis Nee, niet. Toch? Nee. Nou. En heel veel kijkers zijn zelf ook vies, dus die zou we zo kunnen. Dat is compatible. Maar je bent, hoe lang zit jij eigenlijk in? Kijk, er lopen mensen langs. Hallo. Hi. Waar gaan jullie naartoe? Ken je haar? Wie weet het dan? Nee. Dit is Bepi Melissen. Ja, en nou moet je zeggen, wat leuk om die te zien. Ja, hetzelfde ook. Dag. Dag. Lekker, hè? Zie je? Zo zielig is het. Zegt niemand iets. Nee. Maar dat komt omdat je zo sterk bent in je rollen. Zie, ik maak het meteen dat heel positief. Ja, is wel je goed. Bent, ja. Je verplaatst je zo goed in de rol. Bijvoorbeeld als hoofdverpleegster in Jiske Vet, die hele serie. Als strenge hoofdverpleegster. Ja, dat was het. Ja, ook zo, je kunt het niet herhalen, maar ook zoals je doet naar mensen die problemen hadden. Van, er is iets raars met mijn been. Ja, maar ze kunnen ook, eerlijk is eerlijk, ook echt zeuren. Ja. Dat kan ook echt natuurlijk. Ja. Ik bedoel, het kan ook niet zo zijn, maar het kan ook wel zo zijn. Ja. Blijven gewoon mensen, oud of jong. Zit leuk tussen, zit niet. Ik vind per definitie oude mensen vaak heel zielig. Inmiddels ben je het zelf, maar daar heb je het dan niet over. Nee. Maar dan denk je weer aan nog ouder. Het kan altijd met een schepje erbovenop. Maar ik heb ook wel eens, zie ik een heel zielig vrouwtje, denk ik dan. Denk, ja, nou ja, zielig, dat weet ik eigenlijk niet eens. Misschien was ze wel niet goed in de oorlog, weet jij het? Ja. Maar blijven mensen. Ja. Ja. Maar zo denk je zelf. Zo denk ik zelf. Maar ik neem mezelf natuurlijk mee in zo'n rol. En dan ga ik dat ook een beetje denken ertussendoor. Ja. Want er zitten gewoon toch ook, zitten lieverds tussen dan, als je dat speelt. Maar er zit ook iemand tussen. Die zeurt. Ach, hou toch op, schijt toch uit. Ja. Die moeten gewoon in hun kamer blijven. Ja. Hè? Die verpesten het voor de anderen. Ja, ja, als ik me zeg, dit is niet goed, en dan mag ik weer dit niet, en mag ik weer dat niet. Ja. Het eten is een beetje zout. Ja, ja, en dan is het weer te weinig zout. Ja. Ja. Maar aan die kant wordt heel erg onderbelicht. Ja, dat is waar. Ja, nu helemaal. Nee. Ja. Ik hoorde vanochtend een interessant licht op de zaak geworpen wordende. Kom ik eruit? Ja. Van een man bij het programma van Mieke van der Wij. Die zei, mensen houden niet van oude mensen. En hij zei, zo is het gewoon. En hij zegt, zelfs oude mensen houden niet van oude mensen. We houden er gewoon niet van. En dat schijnt volgens de evolutie te kloppen. Oh. Want we houden van jonge mensen. Hij zei, als je het zo zou zien, dat je zou zeggen, er zitten allemaal 16-jarigen over hun enkels te plassen, of wat dan ook. Hè? Ja. Ja, dan zouden we daar weer iets anders over kunnen gaan denken. Maar het is meer als je dus denkt, van ze zitten allemaal op een propje. Nou ja, echt die narigheid, die echt afschuwelijk is natuurlijk. Dan zouden we er veel meer van overstuur zijn. Maar het zijn nu oude mensen. Dus we zeggen, ach, oude mensen. Want we houden niet van oude mensen, zei hij. Hij zegt, oude mensen houden niet eens van oude mensen. Want hij zegt, daar ga ik niet tussen zitten, hoor.
Zoiets. Ja, maar dat... Helder, hè? Ja. Ja, nee, maar dat is ook helder, helder. Want dus oude mensen in zo'n verzorgingshuis, die hebben ook kritiek en minachting op elkaar. Op elkaar, ja. Dat zei hij ook echt. Ja. En natuurlijk, als je dement bent en dat noemen ze het Juliana-model, hè? Dat hebben ze dan niet. Dat is dan 5 of 6 mensen op 1 iemand, omdat Juliana dement werd en dan in zo'n vleugel van het paleis zat. Ja, dat kunnen wij niet betalen. Ja, nee. Wel aan Juliana, maar niet aan de mensen om ons heen natuurlijk. Maar heb je ook wel dementerende mensen in je omgeving? Nee, mijn moeder die is 99 geworden en die was helemaal helder. Ja, goed hè? Ja. Ja, ja. En waar is ze dan aan overleden? Na de uitzending ga ik dat doorvertellen, maar gewoon puur natuur. Oh. Ja. Hoe bedoel je? Gewoon ouderdom. Ja, maar waarom zeg je dan na de uitzending? Ja, omdat ik dan meer na de uitzending zal doorvertellen. Nee hoor, mijn moeder is gewoon echt oud geworden. Hartstikke goed, altijd thuis gewoond, op het laatst bij mijn zusje. En daar is ze echt vredig ingeslapen. Oh, ja, mooi. Goed hè? Ja. Ja. Op 99. 99. En wilde ze niet de 100 halen dan? Nou, ik geloof niet dat ze daar echt mee bezig was. Nee. Oh, net gewoon... Nee. Ja. Nee, ze was wel al ziek en ze had ook al pijn hoor. Dus het was niet zo dat ze... touwtje springend overleed. Maar het was wel... Het was... Zijn daar weer mensen? Ja, dat zijn weer... Ja. Ook al. Dag! Ja, dat vind ik toch wel heel naar, die bierfietsen. Ja, ja. Dat zijn de bierfietsen. Heb je in België niet, maar... Want dit wordt ook in België uitgevonden. Echt waar? Oh, maar goed. In Nederland heb je dat wel, van die bierfietsen. Ja. Maar dat vind ik wel mooi, dat je dan op zo'n manier komt te overlijden. Moet even kijken of iemand die een vingercamera doet. Het lijkt niet of ik kijk hoe laat het is, maar het is de vinger die gaat zo. Nee, maar dat doe je niet dan zo. Dan heb je hem ergens stiekem daar staan, zoals een psychiater dat doet. Oh ja. Toch? Ja, nee, ik let nooit op de tijd. Ik ga altijd lekker door. Want jouw moeder was dus 99. Ja. Mary Dresselhuis, die was 97. Ja, jij hebt ook de Mary Dresselhuis prijs gekregen. Ja. Ja. En Mary Dresselhuis, je moet alles tegenwoordig uitleggen. Want niemand weet meer wie Mary Dresselhuis was, alleen de ouderen. Maar dat was een van de grootste comediennes die Nederland ooit gehad heeft. Die was 97. En die was ook gewoon ineens uitgestapt. Ze zou een boottochtje doen. En daar had ze waarschijnlijk geen zin in. En toen dacht ze, nou, dan ga ik maar dood. Echt waar? Ja. Oh, dat wist ik niet eens. Maar waarom heb je eigenlijk de Mary Dresselhuis? Want dat was een aanmoedigingsprijs, hè? Toch? Nou, dat kwam niet laat. Maar waarom heb je hem gekregen? Nou, ik geloof, ik moet je eerlijk zeggen, ik was zo overrompeld en blij. €12.500 hè, zit er aan vast. Ja, ik zeg het toch maar even. Ja, ja. Die 500 ook erbij, 12.500. Het is allemaal opgegaan. Maar, en het mocht ook overal aan opgaan. Dus ik hoefde het helemaal niet. Niet in de foundation te stoppen. Nee. Je kon het gewoon echt helemaal, alles was eigenlijk wel, kon je wel een reden voor verzinnen. Nou, dat vond ik... Heel erg ruimhartig. Ja. En waarom ik hem gekregen heb, ja, ik geloof omdat... weet je dat ik het niet weet? Nee. Ik weet het niet. Ik zou het rapport... Dan krijg je toch ook een rapport bij of zoiets? Van een, Ja, ik had het rapport bij. Ja. Ik vraag het gewoon even aan dominee Grimlet, want die heeft er wel verstand van. Waarom heeft Pippi Melissen de Mary Dresselhuisprijs gekregen? Nou, heel toevallig... Heb ik het hier? Ik heb het, terwijl jullie aan het praten waren, dacht ik wil toch even iets meer over Beppi weten. Heb ik op Wikipedia gezien. Zij kreeg, ze ontving in maart van hetzelfde jaar, 2008, de Mary Dresselhuisprijs, dus naar de beroemde actrice, vanwege de inzet en de volharding van Melissen, waarmee zij haar geesteskind toneelgroep Carver inspireert tot humoristische voorstellingen die vaak gaan over absurditeit van het leven en het onvermogen van de mens om daarmee om te gaan. Daarom heeft ze die prijs gekregen, vanwege de volharding. Nou. Ja! Nou, zie je? Zie je daarom? Ja. Oh, nou ben ik er nog trotser op. Ja, ja. Wat leuk, hè? Maar, en je dacht natuurlijk het eerste, dacht je aan het geld en die 12.500? Nee, ik stond op het toneel en we waren net aan het applaus in ontvangst nemen. En toen kwam er een figuur aangeschommeld. Wij hadden maskers op dat podium. Tenminste, niet ik, maar 2 jonge jongens die meespeelden hadden maskers van oude mensen. Het ging over oude mensen. En over dementeren. En toen kwam er zo'n
figuur aangeschommeld met een masker op. En ik schrok me dood. Ik dacht echt, een soort gek uit het publiek komt eraan. En niet wetende. En toen bleek dat het Petra was. Ach. En Petra Lasseur. En die zei, die begon dus over een prijs. Ik wist niet wat me overkwam. En echt, je kunt mij niet blijer maken dan met een prijs. Ik vind het helemaal te gek. En dus ik wist helemaal niet in eerste instantie dat er geld aan te pas kwam. Nee. Maar het was meer een overrompelende... hommage of zo, waar ik helemaal... stupefait van was. En het was tijdens de voorstelling? Aan het eind, bij het buigen, zeg maar. Bij dat rare bukken. En toen kwam dat opeens. Ja. Goed, hè? Ja. Ja. Waarom vier het bukken raar? Ja, vind ik zo'n rare gewoonte. Oh, ja. Ja, ja. Ik vind het leuk hoor, om te doen. Ik vind het heel ouderwets. Net zoals klappen vind ik ook zo ouderwets. Dat je een beetje Japans vind ik het. Weet je? Dat je in de zaal gaat klappen. Ja, dit gaan we nu doen, want dit vonden we goed. Ja. Net zoals een brievenbus, vind ik ook zo ouderwets. Dat je er iets doorheen gooit in een gat van de deur, weet je wel. Ja. En dat dan, daar is de post. Dat vind ik echt heel leuk. En ik vind het heel ouderwets. Ja, dit wordt steeds ouderwets. Steeds ouderwets. Omdat er haast geen post meer komt. Maar ik hoorde laatst weer dat het wel weer meevalt. Daarom heeft de post ook weer de plus in de flippenflap. Dat pakjes, hè. Dus iedereen bestelt allemaal pakjes via bol.com en weet ik het wat. Ja. Dat moet natuurlijk ook bezorgd. Ja, gaat niet allemaal door die brievenbus. Nee. Dus misschien heb je straks zulke grote gaten. Ja, maar eigenlijk zou je gewoon inderdaad van die grote brievenbussen moeten hebben. Ja. Maar je het gewoon, want anders moet je naar het postkantoor. Ja, want ik koop altijd een heel dun pakje, zodat het door de brievenbus kan. Tuurlijk, dat is ook veel verstandiger. Ja. Maar dat denken die mensen niet aan. Nee. Die denken, we kopen zo'n grote voetbal of zoiets. Nou, dat gaat niet. Nee, en dan gaan ze op vakantie en dan zijn ze te laat bij het postkantoor. Ja, dan gaat die voetbal weer terug naar bol.com. Ja. En ik dacht, kijk, heb je nou eens zien. Nu hebben we echt veel mensen. Oh, kijk eens. Hey, Italianen, die kennen mij weer wel. Ja. 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 Beppie Melissen. Beppie Melissen. It is one of the most famous TV shows. In Europe. Ja. Marguerite Dolman understand it. Okay, in Europe, And where do you come from? I come from Italy. Oh, Italy, you know her. Yeah. She's famous. In Rome, especially in Rome. Yeah. Yeah. Dat moeten wij weer hebben. Ja, leuk hè? Ja, maar het is wel leuk. Maar we hadden het nog ook over het buigen en over het bukken. Bukken en over ouderwets en over brievenbussen. Ja. We hebben heel veel onderwerpen besproken. Ja. Maar wanneer besefte je voor het eerst dat je bukken of buigen vreemd vond? Nou, vrij snel. Dat kan ik nooit. Vrij snel, echt waar. Maar ik vind het leuk, omdat het hoort erbij. Ik zou het geloof ik ook raar vinden als je het niet deed. Nee. Maar het is een afspraak, zoals natuurlijk een heleboel dingen een afspraak zijn. En dat is wie zal dat nou ooit bedacht hebben? Daar ben ik zo benieuwd naar. Ja. Wie als eerste zei, weet je wat, dan zijn we klaar en dan gaan we dit doen. Ja. Dit. Want je had ook kunnen zeggen, je springt of je zwaait alleen maar. Of je gaat zelf klappen, wat ook wel gebeurt, dat vind ik gek. Dat je voor elkaar gaat klappen? Ja, voor naar het publiek terugklappen. Oh ja. Zie je ook wel. Dan denk ik, waarom eigenlijk? Want wat hebben die gedaan? Ja. Ja. Want je je weet ook helemaal niet of ze het begrepen hebben. Ook dat nog niet. Ja, je kan wel klappen van goed dat jullie geld betaald hebben om te komen. Zoiets. Ja, dat was de volle zaal. Want dat waardeer ik wel. Of was het lastig? Ja. Maar het zijn afspraken. Maar het is zo grappig om je... Tenminste, denk ik. Net zoals bijvoorbeeld, denk ik ook bij Hitler. Dan denk ik, wanneer zal hij nou voor het eerst gezegd hebben... Jongens, kom eens even hier zitten, gezellig. Ik wil gewoon dat je vanaf vandaag of vanaf morgen... Ik weet niet hoe snel dat moest. Zeg je gewoon als je binnenkomt... Heil Hitler. Ja. Het moet een keer begonnen zijn. Ja, daarvoor was hij gewoon Jan Hitler, zeg maar. Ja. 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 En toen was het opeens Heil Hitler. Ja, dat is een keer begonnen. Ja, en dat zou het dan in kleine kring eerst begonnen zijn. Dat weet ik ook. Zal hij geoefend hebben? Gebaar. Ja, zal hij geoefend hebben? Hij heeft het natuurlijk afgekeken, maar goed. Ja. Wanneer begin je er zelf over? Hè? Wanneer zeg je zelf, het is nu vandaag, vanaf vandaag, Heil Beppie. Ja. Ja. Ja, bizar. Ja, dat is heel bizar. Ja, dat ben je toch wel een beetje gek in je koppie. Er is een beginpunt natuurlijk. Ja, er is altijd ooit een beginpunt. Ja, of dat hij een toespraak hield en dat hij ineens zei, doe jullie je handen zo omhoog. Ja, precies. Doe maar even net als bij Caesar of weet ik het wat. Ja, dat werkt. Ja, en tegelijk. Ja. Ja. Dat is ook belangrijk. En dat mensen die het niet tegelijk doen, meteen overgebracht worden. Ja. Ja. Dat is heel vreemd. Maar ik vind het wel leuk trouwens om te onderzoeken wanneer het buigen voor het eerst is gebeurd. Ja, gek hè?
En is het ook niet zo, zou het misschien ook uit verlegenheid gekomen zijn? Want je hebt gespeeld en mensen hebben geklapt. En dat je denkt, ja, wat moet ik nou doen? Ik wil ze niet meer zien. Dat je gewoon zo... Ja, dat je denkt, vandaag. Even weg. Ja, even weg. Nou, ja, misschien wel. Maar dan zou je denken, doe het dan met de rug naar je publiek. Ja. Dat je kont zien. Ja. Maar, zoiets. Ja, dat kan ook nog. Maar dan is het misschien... Ja. Nou ja, goed. Maar nou ja, goed. Het is wel interessant. Ja, het is, maar, en ik hou wel van die tradities, hoor. Ik vind het leuk. Ja. Maar weet je nog wanneer je voor het eerst gebuigd hebt? Of gebogen, zeg je dat? Gebuigd. Ja, gebuigd. Ja. Voor het eerst gebuigd heb. Jawel, ik denk op de opleiding, de Academie voor Expressie door Woord en Gebaar. Daar hadden wij, van Wanda Reumer. In Utrecht. Ja, daar had ik met Pieter Kramer en Loes Luca. Oh, die zaten er ook op. Die zaten er ook op, ja, ja. En Cecile Heuer en zo. Daar hadden wij een clubje, het toneelclubje. Ja. En deden we kindervoorstellingen, maakten we zelf. In de weekenden deden we dan in de vrije tijd. Dus toen zullen we wel voor het eerst gebuigd hebben, ja, denk ik. En toen dat denk wel, ik. Daar heb ik denk ik helemaal niet bij nagedacht. Maar de laatste tijd, ja, ik weet ook niet waarom. Maar ik denk wel eens, als we het aan het doen zijn, denk ik, wat is dit toch eigenlijk typisch? Ja. Nou ja, maakt verder niet uit hoor, het is helemaal niet interessant. Maar het is wel een keer bedacht natuurlijk, ja. Want hoe lang zit je nu qua buigen in het vak? Even kijken, ik ben 63 en ik ben echt begonnen. Nou, ik zat nog bij de scholengroep van Centrum. Nou ja, daar ben je professioneel dus begonnen. Ja, dat was dan half spelen, half lesgeven. Ja. Weet je ook in de toneelgroep Arnhem, toneelgroep theater, had het ook theater op school. Ja. En ik geloof dat Centrum begonnen is daarmee. Maar, en ik gaf natuurlijk les, want ik was opgeleid tot docent dramatische vorming. En toen ging ik lesgeven en toen heb ik zo vaak afgebeld dat ik zei dat ik ziek was, alsof ik zelf leerling was, weet je wel, ook zo sneu, maar goed. En, want ik vond het verschrikkelijk, dat lesgeven. En, vond je dat moeilijk om af te bellen, om te zeggen dat je ziek was? Ik liet het, ochtends belde ik naar een vriend en dan zei ik, wil jij zeggen dat ik heel ziek ben? Ja, hoe pijnlijk, hè? Gewoon laf, ik durfde dat. En je zat gewoon thuis? Ik lag in bed. Dat wel? Ja. Maar je was niet ziek? Nee, helemaal niet. Maar om het spel door te zetten... Om het een beetje cachet te geven, zei ik. Wil jij dan zeggen, ik ben te ziek, wil jij dat dan doen? Nou ja, goed, dat was natuurlijk niet dagelijks. Maar ik vond het gewoon niet leuk om te doen. Nee. En dit was een combinatie van spelen en lesgeven. En dat vond ik dan wel leuk. Ja. Maar ja, dan kwam je steeds op die middelbare scholen. En dan die gymnastieklokalen. En ja, die kinderen. Ja. Ach, God. Ja. Maar toen heb je wel de smaak van het spelen. Ja, toen kwam bij Carousel, bleek er toen, was toen een heel leuk gezelschap. En dat zat in Amsterdam en daar kwamen vacatures. En daar zat Marlies Heuer, de zus van Cecile Heuer. En die zei toen tegen mij, god, daar moet je even gaan solliciteren. Toen is Pieter ook gaan solliciteren. Dus Pieter Kramer en ik zijn daar toen samen naartoe gegaan. En daar hebben we zeker 8 jaar gezeten, denk ik. Ja. Ja. En toen heb ik mijn eigen gezelschap opgericht. Carver. Ja, dus het is ruim 30 jaar. Ja. 33 jaar wel. En Carver, dat bestaat nog steeds ook? Het bestaat nog steeds, maar het is even niet heel erg actief. Dus, maar ik heb net wel een voorstelling geregisseerd met René van 't Hof, een solo. Dat staat nu in Bellevue. Hele mooie voorstelling. Oh. Dankzij René hoor. Tot wanneer staat het in? Het is vanavond voor het laatst in Bellevue, maar het komt nog terug. En dat is echt wel goed om te melden, 2 en 3 januari in Bellevue. Oh, 2 en dus komt de reprise. In Amsterdam, en het is een beeldschone voorstelling. En over ouderdom gesproken, dat gaat over een oude man die in zijn eentje woont. En het is geïnspireerd op die berichten die je ziet in de krant van dat iemand thuis wordt gevonden nadat hij weken of maanden alleen dood heeft gelegen. En het is werkelijk een hele mooie, ontroerende en geestige voorstelling. Oh, mooi. Ja. En René van 't Hof is een van de oprichters ook. Ja, die hebt samen met mij. Hem... En Leni Bredeveld. Ja. Met z'n drieën hebben we het opgericht. Ja. Dus René en ik hebben nu weer samengewerkt, omdat ik de regie deed. En dus dat is, ja, Klein Carver, zou ik maar zeggen. Ja. Maar het heet niet zo. Het is zijn solo. Oh, ja. Mooi, hè? Leuk, hè? Ja, het leuk dat je ook zo dan doorgaat en ook nog weer geen ruzie hebt met degene die het mee hebt opgericht, maar samenwerkt. Je bent wel een tevreden vrouw. Heel. Ja, dat is echt waar. Ja. Dat durf ik echt te zeggen. Ja. Nou, heel tevreden. Ik, ik zit tegen gelukkig aan. Ja, maar gelukkig durf je niet te zeggen, want dan ben je bang dat het geluk ook weer weg hebt. Ik ben erg een afklopper, ja. Ja. Ja.
Ja, zeker. Maar het is ook wel mooi gezegd, tevreden tegen gelukkig. Ja. Dat is mooier, kan je het haast niet hebben. Nee, vind ik ook. Ja, ja vind ik echt ook. Ja. Nou, met een mooie slot. Bedankt. Met je kussen, wat een fijn gesprek was het. Nou, enig vond ik het. Ja, dan gaan we even kijken, even overschakelen naar Dominic Remmert voor zijn preek. Gaan we nog even luisteren naar wat hij te zeggen heeft. Nou zeg, jongen. Wat een geestige vrouw, die Beppie Melissen. En ik zou wel een tv-serie willen zien rondom deze vrouw, rondom die Beppie Melissen. En dan misschien samen met Olga Zuiderhoek. Olga Zuiderhoek, twee vriendinnen. Twee leuke actrices die dan spelen, twee vriendinnen die samen wonen en samen avonturen beleven. Nou, ik zou er wel naar gaan kijken, want ik moet altijd enorm lachen. Ik moet altijd enorm lachen om Beppie, een grote actrice, maar ook om Olga Zuiderhoek. Ook zo'n grote actrice. Ik heb natuurlijk nog wat meer grote actrices, maar deze twee die komen nu eventjes in mij op. Nou, lekkere volle uitzending was het. En ik zie mevrouw Domen dat u alweer wil afkondigen, dus ik hou het kort. Ik heb heel weinig tijd op dit moment, maar de andere gasten die hebben wel veel tijd gehad, dus dat is het belangrijkste. Ik zou zeggen, snel terug naar Margreet en Beppie. Ik denk dan wel... Ik zeg chapeau. Ja. Om in zo'n korte tijd het zo samen te vatten, daar kan ik in ieder geval nog wat van leren. Nou, wat hebben we dan toch weer een prachtige uitzending gehad. Heel uniek, schreeuwend van de daken. Dit is een programma waarin mensen uit kunnen praten. En het wordt ook in België uitgezonden. En het heet Margreet Dolleman begrijpt het. We zien alweer de aftiteling. Het gaat weer in een hoog tempo. Ik hoop dat u volgende week ook weer kijkt. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer. Heb een hele fijne tijd. En doei! Zwaaien. Daar komt ie. Joep!